We hebben geen oordeel over wat de Eilandse Raad doet en wat politieke partijen doet. Als je kijkt naar de richtlijnen die daar zo'n beetje over gelden vanuit de Verenigde Naties, dan zou je mogen verwachten dat er unanimiteit is in de politieke organen van dit eiland die na discussie vooraf, maar als zich een meerderheid aftekent om een referendum te houden, dan moeten partijen zich aan eensluiten en samen daar unaniem een regeling voor treffen. Is wenselijk. Je kan het niet tegenhouden als het niet gebeurt, maar dat is de bedoeling. Ik althans heb dat zelden meegemaakt. Meestal neemt de politiek qua luidruchtigheid de discussie of de voorlichting over. Wat daarvan zij, wij zijn beperkt in onze mogelijkheden. Wij hebben ook geen eindeloos budget. Wij kunnen alleen maar steeds onze voorlichting herhalen. Hoe ziet die voorlichting eruit? Dat is... Hij heeft een hele formele structuur waarbij we drie bulletins uitgeven. U bent dat gewend geweest in 2010, gebeurde dat ook. Dat is een beetje een standaard procedure die in de Antillen ontwikkeld is. En volgens mij op alle eilanden ook gebruikelijk. In het eerste bulletin wat ons betreft verschijnen moet op, wat heb ik daar staan, 13 november. Waarbij we natuurlijk ook afhankelijk zijn van productiebedrijven en dergelijke. Dus, maar wat ons betreft 13 november, dat is 5 weken voor de datum van het referendum. Waar een korte uitleg wordt gegeven over wat er aan de hand is. Wie kiesgerechtigd is, wat de vraagstelling is. Wat heel kort mogelijk gevolgen zijn van de uitslag van het referendum. Dan komt 2 weken later een wat dieper gravend tweede bulletin. We hopen dan ook wat meer inzicht te hebben in vragen die wellicht in de samenleving aan de orde zijn. Ook door interviews met u of praatprogramma's met radio en tv, waardoor we dat ook kunnen horen. En dan zou daar iets dieper op moeten worden ingegaan in de tweede bulletin. Vragen beantwoord. Altijd de vraag hoe ver je en hoe diep je op de dingen in kunt gaan. Dat moet natuurlijk ook allemaal begrijpelijk blijven voor eigenlijk iedereen, voor alle kiesgerechtigden. In een derde bulletin dan een week voor het referendum, een week voor 18 december, dus dan zitten we ergens op 11 december, een laatste bulletin waar het dan gaat over technische informatie, wie mag stemmen, vol mag stemmen, en nog een keer een korte herhaling van wat er allemaal in de procedure aan de orde is geweest. Daarnaast moeten we awareness kweken. Dat doen we door advertenties in de kranten, door jingles voor de radio met korte spotjes. We hebben een website. Ik geloof dat er net aan gewerkt werd achter in de zaal om ook een Facebookpagina in de lucht te krijgen. Ja, oké. En dat soort zaken. Ik hoor zelfs over billboards in de productie. Het is natuurlijk van belang dat iedereen komt stemmen. Er is geen opkomstdrempel in die zin dat als er minder dan 50% van de kiezers zou opkomen dagen bij de stemmingen, dat er dan geen geldigheid zou zijn. Dat hadden we 5 jaar geleden wel. Nu is de redenering dat mensen alle kansen krijgen om te stemmen, maakt men er geen gebruik van. Ja, dat is dan jammer, maar dan heeft men ook geen invloed meer op, althans niet wat dit referendum betreft, op de gang van zaken bij de staatkundige toekomst van Bonaire, wat dat betreft.